In een veertigtal pagina's neem ik u mee op de reis van de ellende van Nederland. Wij zeuren, we mopperen heel veel, maar doen niets. Ik roep u op, zeur en mopper niet, maar doe iets. Red Nederland. Vecht voor uw recht. Eerst laat ik u rustig het getoonde beeld lezen. Daarna geef ik lichtelijk nog commentaar. Maar je moet zich realiseren dat we met 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens, 700.000 mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, en 680.000 mensen die geen werk meer hebben, 400.000 kinderen die met een lege maag naar school gaan, en 350.000 mensen die hun zorgpremie niet meer kunnen betalen. En als klap op de vuurpijl zetten we mensen die al in een verzorgingstehuis zitten, na vele jaren weer op de straat. Oorzaak: falende politiek. Als je dit lijstje ziet, dan moeten ze zichzelf de vraag stellen of de mensen die in Brussel zitten, al die politieke leiders, met de schuld die ze thuis hebben, wel in staat zijn om in gezamenlijk Europa gezond te maken. Een overtuigend bewijs dat ze dit niet kunnen, laten ze thuis al zien. Duidelijke taal? Ik dacht het wel. Daarom is het ook tijd voor verandering. Zoals je ziet, zijn diverse kabinetten niet in staat geweest en zullen ze ook niet in staat zijn om Nederland goed te leiden. De torenhoge staatsschuld is de oorzaak, daarvan ligt de oorzaak, de hoofdoorzaak, ligt bij diverse kabinetten. Blijkt mij sterk dat wij Nederlanders dat gezamenlijk niet beter zouden kunnen doen dan een kabinet en een parlement. De tekst mogen helder zijn. Er is geen enkel normaal denkend mens die ooit een oorlog zal beginnen. Dat is inderdaad het domein van leiders van politiek in hun eigen land. Geen enkel burger zal ooit een oorlog uitroepen. Wat heel veel mensen niet weten, is dat de goederen die ingevoerd worden vanuit of buiten Europa, daar betalen wij hier invoerrechten over. En dat is circa 14 miljard. Bovenop 14 miljard. Dan gaan administratiekosten vanaf en de netto afdracht aan Brussel is 11 miljard. Dat is een behoorlijk sloot geld. En dat kost u als burger van Nederland. Stel dat u met een gezin bent met twee kinderen, een bedrag van een dikke 12.000 euro. De onzin van de EU. Als u over Nederlandse wegen rijdt, ziet u vaak een bord gerealiseerd met behulp van het Europees Fonds.
Het is natuurlijk ons eigen geld wat we eerst naar Brussel toe sturen met een hoop overbodige papierwerk en vervolgens weer moeten terugvragen om dat hier te mogen investeren. Het is natuurlijk het rondpompen van geld is een zinloze exercitie. Het zal u niet ontgaan zijn, de vele pro-Europa berichten over de onlusten in Kiev, Oekraïne. Echter over de studentenprotesten en de opstand in Italië, Spanje en Griekenland. Daar hoort u onze nationale omroepen niets over vermelden. Jammer. Het lijkt ermee of dat de media in Nederland geen baat heeft bij openheid over protesten tegen de EU. Waarschijnlijk heeft u het nog meegekregen dat de EU in Egypte met 1,6 miljard heeft staan te zwaaien voor het democratiseringsproces. Net alsof we in Nederland niet genoeg te democratiseren hebben. Hoe geestesziek moet je wel zijn om een groter Europa te wensen terwijl je feitelijk failliet bent? Doet toch geen normaal mens, geen normaal bedrijf, behalve de politiek, behalve het kabinet en het parlement. Het oude politieke bestel is u bekend. Verkiezingen worden gehouden en dan heb je de beroemde paringsdans weer. Wie met wie wil regeren, onder welke voorwaarden en welke beloftes dan weer zo snel zijn vergeten. Het is een theater. Theater wat ons regelrechte afgrond in stort. Daarom is het tijd voor een verandering. Een kernkabinet is een kabinet dat wordt samengesteld aan de hand van rechtstreeks verkiezingen van personen. We kiezen dus rechtstreeks een minister-president, een minister van Financiën, een minister van Handel en Economie en nog een vierde minister van Binnenlandse Zaken. Deze mensen voeren uit wat door de burger in een bindend referendum wordt bepaald. Niet meer en niet minder. Maar geen partijpolitiek meer. Het is een korte lijst van mensen waarvan ik denk dat ze dat mogelijk zouden willen doen. Althans hoop ik. En het geeft aan de diversiteit van de mensen. Ze zijn vaak niet politiek gebonden. En daar gaat het eigenlijk ook om. We willen een kernkabinet met mensen zonder een partijprogramma. Voordeel van zo'n kernkabinet is dat het voor langere tijd kan blijven zitten als de betreffende gekozen door de burger, rechtstreeks gekozen ministers hun werk naar behoren doen. Mocht er eentje zijn die zegt van ik kan het niet in dit gewenste beleid van de burger vinden, dan stapt hij op. Die 153.500 euro per werkplek is overgenomen uit een artikel van het blad Binnenlands Bestuur. Die hebben ooit berekend wat een ambtenaar inclusief
alle toestanden kost. En dan kom je uit op 153.000. Dat zijn gegevens trouwens uit 2011. Het blijkt dat het nu al 168.000 is. Even ter verantwoording van de cijfers die ik gebruikt heb. In een onderzoek in 2012 door een bekend onderzoeksbureau bleek dat 65% van de ambtenaren er voorstander was om meer op projectmatige basis te gaan werken. En niet zoals de politiek wil, als er weer een ander kabinet komt, dat dan alle projecten die al lopen alweer veranderd worden. Dit kost te veel, geeft ook veel te veel onrust onder het ambtenarenapparaat. Het blijkt dus dat de ambtenaar het in zijn algemeenheid beter ziet dan het kabinet, parlement en de politiek in zijn algemeenheid. Natuurlijk moet zo'n kernkabinet gecontroleerd worden. Daarom een team van pakweg hooguit 50 mensen die er gewoon op toeziet dat de wensen van de burger vanuit dat bindende referendum, dat beleid wat vanuit dat bindende referendum is ontstaan, wordt uitgevoerd. Natuurlijk moet dat afspiegeling zijn, dat team van toezicht moet een afspiegeling zijn van werknemers, werkgevers en andere betrokken organisaties. Een belangrijkste voorwaarde is een gezond stel hersens. Niet een academische titel, is niet relevant. Gezond stel hersens. En verder komt er een nationale klokkenluidersorganisatie onder rechtsbescherming die verplicht is verslag te doen van alle ongewenste situaties. Binnen het referendum is vrij simpel te organiseren en kost inderdaad, zoals hier staat vermeld, 1 euro maximaal per jaar per kiesgerechtigde. Daarvoor kun je in wezen onbeperkt stemmen, want de infrastructuur, de lijntjes naar de server liggen er. U doet ook uw belastingaangifte digitaal, dus waarom zouden we dit niet op deze simpele manier een bindend referendum kunnen organiseren? Stuk informatie vanuit de overheid. De mogelijkheden aan te bieden van kiezen we voor A, B, C, D, E of G. En die keus bepaalt u dan en stuurt u door. En daar rolt een beleid uit voort. Tijdens de verkiezingen worden ons allerlei leuke en aardige zaken beloofd die bij de besprekingen van de partijen om een nieuw kabinet te vormen snel weer worden vergeten. Dat kunnen wij met een bindend referendum onze keuze maken hoe wij ons land vorm willen geven. Daar hebben wij geen kabinet voor nodig. Alleen durf en daadkracht vanuit het volk. Wat velen van u niet weten, is dat de nationale banken in handen zijn van privépersonen. Dus het is geen eigendom van de staat, het is ook geen eigendom van de burgers. Als u zich realiseert dat de Amerikaanse bank, de nationale Amerikaanse bank, de Fed, 100% eigendom is van de familie Rothschild. Die natuurlijk ook een linkje heeft naar Goldman Sachs en naar andere situaties. Als u zich dan realiseert dat de Europese leiders, zoals een Barroso en een Draghi,
oud-werknemers zijn van Goldman Sachs, dan geeft dat enigszins iets te denken over de lijntjes die er lopen. Het is tijd voor de ontmanteling van dit systeem. Veel ondernemers, zowel reeds bestaande als beginnend, schreeuwen om geld, om financiën, om een onderneming uit te breiden of op te starten. Nu moet hij naar een bank zoals ABN, ING, Rabobank, noem maar op. En die bureaucratie, die omslachtigheid, die moet eruit. Ook de willekeur die deze banken tonen, mag geen belemmering zijn voor de economie. En als we een nationale kredietinvesteringsbank krijgen, waarin de overheid voor 100% aandeelhouder is en ook de macht heeft, die kan dan bepalen, in alle openheid, transparantie, om zodoende de economie te stimuleren. Dat is een veel beter systeem dan dat we nu op dit moment hebben. Zoals je ziet, dat is een bron voor het CBS, zijn onze garanties aan het IMF, ECB, het ESM en de overige noodfondsen opgelopen tot 201 miljard euro. Waanzin! Terwijl we hier mensen, bejaarden, het verzorgingshuis uitschoppen, op de straat zetten en dat alles in het kader van de bezuiniging. Laten we dat geld eens voor onszelf gebruiken. Zoals je kunt lezen, maar wat niemand zich bijna realiseert, is dat de zorgverzekeraars 9,5 miljard uitgeven aan reclame. Dat is premie die wij betalen, eigenlijk voor de gezondheidszorg. Voor de opname in het ziekenhuis, voor de dokter. Maar onze premie wordt blijkbaar benut om reclame te maken. 9,5 miljard gaat verloren aan zorg. In de afgelopen jaren is 77 miljard euro aan premie ingelegd. Wat is uitgegeven aan reclames en aan het spaartegoed van de zorgverzekeraar. Gezondheid is handelswaar geworden. Niet de patiënt is belangrijk. Nee, de winst van een zorgverzekeraar. Daar draait het om. Onbegrijpelijk dat een kabinet, een parlement en de politiek in zijn algemeenheid dit toestaat. Korte inhoud, een duidelijk verhaal. We moeten terug naar het ziekenfonds, het algemeen ziekenfonds. Premie wordt betaald via uw salaris of uw uitkering. En dan zijn we al de flauwekul van zorgtoeslag en de trammeland daaromheen, daar zijn we vanaf. Het is veel efficiënter, veel goedkoper
en veel eerlijker. Het is duidelijk dat als iedereen zijn premie betaalt via zijn salaris of uitkering, dan is er niemand meer die onverzekerd rondloopt. Dan krijgt ook het ziekenhuis de rekening betaald. Om de kwaliteit van de ziekenhuizen beter te maken, komt er een externe ombudsman per ziekenhuis. Want met 75.000 medische missers, waarin jaarlijks een 3500 mensen overlijden, is er wel een inhaalslag voor verbetering te realiseren. De slijpsteen van mijn geest is een 75 jaar jonge emeritus klinisch chemicus. En hij zegt, er is een wet, een natuurwet. En die natuurwet zegt dat lichtgewichten altijd boven komen drijven. Kijken we naar de kwaliteit van het huidige kabinet, dan wordt die wet bevestigd. Bevestiging ligt ook in het feit dat het kabinet niet in staat is gebleken de jeugdzorg en het WMO naar behoren te reorganiseren en te optimaliseren. Nee, men is niet capabel zelf, men gooit het over de schutting op het bordje van de gemeente. En iedereen weet nu al bijvoorbeeld, omdat gemeentes daar geen kennis, kunde en ervaringen hebben, dat dat één grote ramp gaat worden die zelfs meer kost dan de beoogde bezuiniging. Stel dat we anders zouden gaan besturen, dat is niet zo moeilijk hoor, het is een kwestie van willen. We uit de EU zouden gaan, de introductie van het kernkabinet en binnen het referendum eraan, het herinvoeren van het ziekenfonds zou ook besparing opleveren, en uiteraard de rente over de exportkredieten enzovoorts. Dat alles bij elkaar, als we dat anders zouden organiseren, hebben we een jaarlijks besparing van bijna 120 miljard. Ik ben er overtuigd dat het nog meer zou kunnen zijn, maar dat is minimale besparing. We zijn een heel creatief land. Er staan te veel mensen aan de kant. Maak daar een combinatie van. Met die kundige creatieve mensen kunnen we een hele hoop. Maar we moeten ze de kans geven. In China bijvoorbeeld, daar zetten ze gewoon 1000 ingenieurs bij elkaar in een ruimte en zeggen, luister, kom maar naar buiten als je iets hebt en niet eerder. Waarom kan dat hier niet in Nederland? Waarom moet de bureaucratie alle ideeën bijvoorbeeld al vermoorden? Stoppen ermee, bureaucratie, sleutelen en producten creëren. In relatie van een zeer gefortuneerde ondernemer wilde graag infrarood dispensers ontwikkelen. Hij ging daartoe naar een technische universiteit in het westen van ons land en sprak daar de professor. Het plan wat eruit rolde was dat er een plan van onderzoek kwam, een plan van aanpak, een plan van evaluatie en het traject waarover dat zou lopen zou 1,5 jaar in beslag nemen. De man kapte het gesprek af en ging met stoom uit de oren blazend. Stapte hij in de auto naar huis en zei onderweg tegen zijn bedrijfsleider, kijk eens even bij relaties van ons in China of dat niet sneller kan. Binnen 14 dagen zat men bij 3 verschillende Chinese bedrijven die binnen 4 dagen een werkend prototype hadden. De opdracht was dat ze 150.000 infrarood dispensers konden produceren.
Waarom kan dat in China in 14 dagen en waarom moet dat hier in Nederland anderhalf jaar duren? Weg met die bureaucratie. Weg met de plannenmakerij. Handen uit de mouwen, sleutelen. Ik persoonlijk noem dit de grootste diefstal aller tijden. U bent namelijk verplicht om een pensioenpremie te betalen, af te dragen aan een pensioenmaatschappij. Stel dat u het zelf kunt bepalen, dat u zegt nou ik spaar op de bank of in een andere vorm, dan heeft u aan het eind van de rit na 40 jaar 325.000 euro in uw zak zitten. Gaat u dood, geeft u dat aan uw kinderen. En even voor alle helderheid, voor de mensen die altijd zo papegaaien, dat de jeugd ons pensioen betaalt, dat is één grote leugen. In de AOW klopt dat, dat is solidariteitsbeginsel. Maar een pensioen wordt door u persoonlijk gebonden, persoonsgebonden ingelegd. En iemand die geen premie betaalt, krijgt ook geen pensioen. Ook niet betaald door de jeugd. Ik doe hierbij een oproep aan de medische wereld, natuurlijk ook aan het KWF, om zeer snel het procedure van Rick Simpson gewoon toe te passen. Klinisch zal het misschien nog niet helemaal in Nederland verantwoord zijn, maar in Amerika wordt het al toegepast. We kunnen het niet verkopen aan mensen die de dood in de ogen hebben staan, door te zeggen van, we doen het niet, want de farmacie heeft geen interesse in deze ontwikkeling. Als de Amerikaanse gezondheidszorg in 1998 patent neemt op cannabis, geeft dat duidelijk aan dat er zeer zeker een mogelijkheid is dat het werkt. Ik vind namelijk dat de bureaucratie hier in Nederland gesloopt moet worden tegen dit, in de tegenwerking tegen dit proces om dit duit te proberen. Ik heb het zelf geprobeerd, eerst 1250 euro betalen en daarna was ik er 25.000 aan de inspectie gezondheidszorg. Nou, die heb ik niet, dat is heel jammer, anders zou ik het doen. Maar je kunt het niet accepteren dat als je weet dat er mensen in je omgeving zijn die kanker hebben, en je zou weten dat dit bestaat en dit mogelijk werkt, dan kun je niet lijdzaam toekijken. En dat ga ik ook niet doen. Een correct antwoord van het KWF. Alleen het hypothetisch stadium waarin men denkt dat het nog verkeerd is al lang achterhaald. In Amerika wordt het toegepast. In Spanje is er een dokter Guzman die het toepast bij zijn patiënten. En de resultaten zijn verbluffend. Kanker kan genezen in 3 tot 6 maanden. Met minimale middelen, met 2 rijstkorreltjes per dag. Waarom niet nu? Ik roep u op om samen in uw wijk, in uw dorp, in uw stad, in uw provincie de koppen bij elkaar te steken om te zien
hoe het politieke bestel van Nederland, het huidige politieke bestel, kunnen omtoveren naar een beter systeem. En ik stel voor een eerst een interim kabinet te vormen en dan een kernkabinet. Waarin de wensen van de burger beter worden gehoord. Mijn oproep is heel simpel aan u. Ga stemmen. Want niet stemmen wil zeggen dat u instemt met het beleid van het kabinet en het parlement. Want zo zien hun dat. U blijft uit teleurstelling weg. Maar het kabinet en het parlement denken van, oh, ze gaan niet stemmen. Dus ze zijn het ermee eens. Ga stemmen en stem strategisch. Laten we zorgen dat Nederland voor de Nederlanders is en de mensen die hierin welkom zijn. En geef een duidelijk signaal af op 19 maart bij de gemeentelijke verkiezingen. Stem op de lokale partijen die dus geen binding hebben met de landelijke partijen. En stem op 22 mei als u weer voor het Europees Parlement moet stemmen op van mij part de Partij van de Dieren of partij artikel 50 van Daling van de Stoep of de PVV. Ongeacht of u het met de betreffende partij eens bent of niet. Maar geef dat signaal af aan die Haagse politiek dat wij een zelfstandig Nederland willen blijven. En zeg niet, het kan niet, want het kan niet, bestaat niet. Het is heel belangrijk dat werkgevers en werknemers en ook mensen die in de kant staan, noodgedwongen, dat die samen actie gaan ondernemen om het kabinet en het parlement duidelijk te maken dat het zo niet verder kan. Dat er iets moet veranderen in het belang van de burger en niet in het belang van het kabinet of het parlement of politiek in zijn algemeenheid. Het is tijd voor de burgers. Maar laat dat weten op 22 mei. Dan kun je een signaal afgeven. Tussen 1848 hanteren we het bestel, het politiek bestel van Thorbecke. Die man heeft dat destijds in de goede bedoelingen zo geschreven. Maar we zitten natuurlijk wel in de maatschappij anno 2014. Een totaal andere maatschappij waarin ook andere systemen ontwikkeld moeten worden. En een van die systemen is gewoon dat kernkabinet en een bindend referendum door de burgers samengesteld. Niet meer, niet minder. We hebben ook niet voor niets een staatshoofd. Mijn motto is eigenlijk, kan niet, bestaat niet. En als we naar de maan kunnen vliegen, kunnen we alles als we willen. Ook dit, een kernkabinet. En dat kernkabinet voert het beleid van de burgers uit, is gewoon mogelijk. Maar dat zullen we moeten doen, dat zullen we moeten organiseren. We gaan er maar niet vanuit dat de regenten in Den Haag en in Brussel ons dat vrijwillig de weg voor vrij zullen maken. Nee. Ze zullen ons dwarsbomen, zo simpel is dat. Maar als een volk opstaat tegen zijn machtsheppers, dan gebeurt het. Nadere informatie is terug te zien op de website, Ziek van de Politiek. Laat helder zijn dat ik geen functie ambieer in een nieuw stelsel.
Ik denk dat er genoeg betrouwbare kundige mensen zijn die die idealen ook hebben en een bestuurlijk nieuw bestel wensen. Maar ik vraag je nogmaals, zeur en mopper niet, maar doe iets. Red Nederland. Vecht voor uw recht. En dat voor uw kinderen en voor de volgende generaties.